Een hele goede morgen, leuk dat je kijkt naar deze video. We hadden al gevlogd vandaag voor de vlog van vandaag. Maar de vlog van gisteren, die hebben we vergeten. Oh. We zijn niet echt vergeten, maar we hadden er eigenlijk gewoon geen tijd voor. We hebben een best drukke dag gehad met ons koffie- en theehuisje. En dat is wel fijn, dat is leuk. Maar ja, dus weinig tijd gehad om te kunnen vloggen. Dus, maar wat ik wel gedaan had, want ik had een paar dagen terug had ik in de vlog gezegd dat ik eens een timelapse ging maken van hoe het eraan toegaand ging bij ons in de zaak. Toen dacht ik van oké, die timelapse die ga ik nu maken, die heb ik ook gemaakt. Gisteren dus eigenlijk. Maar ik dacht van oké, dan zeg ik daarna wel van kijk, en dan heb je dan die beelden gezien en dan gaan we nog even onze dag vloggen. Maar eigenlijk hebben we niet echt nog een dag gehad. We hebben dus continu aan het werken geweest in onze zaken. Dat is heel moeilijk om dan nog de camera erbij te pakken. Omdat je, ja, je zit met bestellingen. Hè? Mensen bestellen iets en dan nog iets en dan nog een andere tafel komt binnen. Je moet die weer een plaats geven. We hebben geen personeel, dus ik doe de zaak. Jean doet de keuken. Dus Jean zat continu in de keuken te werken aan gerechten. En ik zat continu die gerechten tot bij de mensen te brengen, drankjes te bestellen, rekeningen afrekenen, bestellingen opnemen en zo verder en zo door. Daarna ook nog eens de zaak poetsen, best vuil. En ja, voor je dan het weet is het dan weer donker, moeten Jules ook nog eten geven. Moesten zelf ook nog wat eten. En toen was het in een keer best laat. Jean zei van ik ben echt stik kapot. Zij is heel vroeg in bed gekropen. Allee, vroeg. Het was eigenlijk redelijk laat. Jules hebben ook in bed gekregen. En toen dacht ik van oké, we gaan het gewoon daarbij laten. Het is niet dat ik niet gevlogd heb. Want in mijn hoofd is het wel zo. Een dag niet gevlogd is een dag niet geleefd. En dat is echt zo. Dat is niet zo. Maar ja, zo voelt het wel. Zeker omdat wij dagelijkse vloggers zijn, lijkt het alsof dat die camera een verlengstuk van ons lichaam is. En dat klinkt nu heel erg vreemd om te horen misschien, maar dat is het eigenlijk wel een beetje zo. Het is niet dat we geboren zijn met een camera, maar het voelt wel zo. En ik zou het veel erger vinden mochten we echt niet gevlogd hebben. Dat hebben we dus wel gedaan. Hè. Ik heb die timelapse gemaakt. En die ga ik dan maar gewoon laten zien. Dus ik zou zeggen, geniet van deze timelapse-cam. Normaal kort ik dat in. En dan maak ik dat echt ook gewoon interessant voor de vlog. Omdat er dan nog andere dingen komen. Maar ja, nu is het enkel die timelapse. Dus ik hou het ook enkel op die timelapse. Mocht je het toch nog altijd te traag vinden, dan kan je in je instellingen hier bij YouTube kan je kiezen om de speed te versnellen. Naar 2 of zo moet je op dat tandwieltje drukken. En dan afspeelsnelheid kan je zelf kiezen. Doe dat dan gewoon ook, als je het te traag vindt. En als het u niet interesseert, zou ik zeggen, tot morgen. Want dan zijn we er wel met een nieuwe vlog.